Alsof het een doodnormale dag is, staat Ferry Brinkman vandaag gewoon friet te bakken in zijn snackbar. Maar een mooie oorkonde herinnert hem aan een buitengewone prestatie. De op één na lekkerste friet van Nederland komt uit zijn keuken. Het was spannend. We hebben heel even eerst gestaan, maar het scheelde maar een paar tienden. En Manneke Pis, die heeft net een paar stemmen meer gehad dan ik. En toen ben ik uiteindelijk als tweede bijna. Een bijzonder resultaat, want de strijd om het lekkerste frietje wordt al jaren gedomineerd door de friettenten van Manneke Pis. De tweede plek proeft dan ook naar meer. Het blijft een nek-aan-nek race, dus misschien als er zo meteen wat meer fans zijn dan... Dat we dan eerste worden. Voor die fans moet je dan wel zorgen. Dus hup de straat op om de boel te promoten. Wilt u een frietje proberen? Hoe is die? Hij smaakt goed, toch? De tweede van Nederland. Tweede? Ik dacht eerste. Manneke Pis is de eerste. Nou, dat is toch jammer. En dus gaat Ferry zijn stinkende best doen volgend jaar de hoofdprijs van het grote Manneke Pis concern af te pakken. Maar wat vinden zij eigenlijk van hun concurrent? Ben je al bang? Nee, zeker niet. Waarom? Toch voelen de frietbakkers de hete adem van de friettent in Zuidland in hun nek. Is die van je best blijven doen. En dat geldt natuurlijk ook voor nummer 2. Die zal toch een stapje harder moeten lopen. En misschien hier toch een beetje af komen kijken. En dan worden zij misschien de eerste. Dat zou kunnen. Want er valt nog wel wat te leren hier? Ik denk het huis wel. Ja. Maar voorlopig wordt de beste friet nog altijd gemaakt bij Manneke Pis.